vandaag de wedstrijd tegen Feyenoord voor de eerste keer in het stadion. Dana, hoe was het? Ja, heel mooi gevoel. Superveel supporters die er waren voor ons vandaag. Dus jammer dat je vandaag met 1-0 verliest, want ja, je wil je thuisdebuut natuurlijk winnen. Maar mooie ambiance was het vandaag. Ja, het voetbal was verzorgd, netjes. Ik denk alleen dat jullie vergeten jezelf te belonen. Zeker, met momenten spelen we er super goed doorheen. En ik denk inderdaad wat jij ook zegt, als we gewoon een keer eerder schieten of een keer eerder de trekker overhalen, dan scoren we gewoon. En dat vergeten we vandaag te doen, dus dat is zonde. Ik denk wel dat jullie vandaag hebben laten zien dat de mensen die thuisgebleven zijn, dat die ongelijk hebben. Want het was gewoon hartstikke leuk om hier te zijn. Zeker, ik zou zeggen allemaal voor een thuiswedstrijd komen, echt. Goed zo, gaan we doen. Dankjewel voor het interview. Ja, dank jullie wel. Ja, Tessa, vandaag de eerste wedstrijd, thuiswedstrijd. 10 minuten onwennig, daarna domineren jullie eigenlijk de hele wedstrijd. Maar helaas, de punten gaan naar Rotterdam. Ja, ik denk dat dat een mooie samenvatting is. En dat is ook de reden dat ik heel ontgoocheld ben. Ik denk dat we totaal geen verlies verdienen vandaag. Dat we de ene ploeg waren die echt wilde voetballen vandaag. En, ja, ik heb het al in andere interviews ook gezegd, maar het kantelpunt is het feit waar wij, waar ik alleen naar het doel loop en afgefloten word voor buitenspel, terwijl dat geen was. En ik denk dat de 1-0 zou zijn geweest. En dan, dan wordt het 0-1 en is het een volledig andere wedstrijd. Dus wel frustrerend. Ja, begrijpelijk. Dan even los van het resultaat. Eerste wedstrijd in het stadion. Mooie opkomst. Mooi weer. Gewoon een fijne dag. Ik denk dat iedere Fortuna supporter hier gewoon naartoe moet komen. Er waren heel veel meer supporters dan dat ik ooit in België voor Anderlecht gezien heb. Dus dat is top. De steun was er. Ik heb hen gehoord tijdens de wedstrijd. Ze hebben ons aangemoedigd. Dus ik vind het heel jammer dat we hen de 3 punten niet hebben kunnen geven. Maar ik hoop dat ze ervan genoten hebben en dat ze hen terugkomen. Ik denk het haast wel. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Inderdaad, 3 punten. Jammer. Je geeft al aan, meer mensen dan in België. Is het voetbal in Nederland van een ander niveau dan de competitie in België? Ja, dat denk ik wel. Ook de wedstrijd tegen Ajax was van een heel hoog niveau. En als je dan ziet dat Ajax in de Champions League gelijk speelt tegen Arsenal, ja, dat wil dan toch iets zeggen over het niveau. Dus ik denk ook dat we de 2 voorbije wedstrijden ook niet zijn weggespeeld. Dus voor een ploeg die nog maar net bestaat, die 7 of 8 weken samenwerkt, dan denk ik als je ziet wat we nu al op de mat brengen, dat alleen maar positief is. En morgen gaan we de wedstrijd bespreken en dan hoop ik om verder te werken en om de positieve dingen mee te nemen naar vrijdag tegen Zwolle. Het voetbal zat erin, dat was duidelijk te zien. Die punten komen vanzelf. Ja, was maar zo simpel. Maar ik hoop dat we vrijdag gewoon de 3 punten hebben. Want dat we krijgen wat we verdienen, want dat was vandaag niet het geval. Ik zou zeggen, verwerk het verlies en op naar de volgende. Gaan we best doen. Ja, Roger, eerste toerswedstrijd. De Christen deed altijd als ze verdienen, denk ik. Ja, als ik eens kijk naar het resultaat, denk ik dat we allemaal hetzelfde denken. Ik ben best teleurgesteld. En die meiden worden teleurgesteld. Want uiteindelijk voetbal is om wedstrijden te winnen. Dat is waar het om gaat. Maar het is dus wel dat het voetbal er langzaam echt wel in begint te komen. Zeker. En ik vind ook als ik kijk naar verleden week, wat we verleden week gedaan hebben. Ik vond het daar ook aardig spelen, hè, tegen Ajax, wat toch de top van Nederland is in het meidenvrouwenvoetbal. Samen met Twente, samen met PSV, Feyenoord ook, zit er ook tegenaan. En dus is dan vandaag, dan is in ieder geval alweer hele goede dingen terug. En weer dingen beter gedaan dan verleden week. Ik denk dat we nu ook vooral moeten zorgen dat we ook weer dingen met nummer naar het laatste gedeelte om meer kansen te creëren. Dan even gaat anders, los van het resultaat. Het was gezellig, het was redelijk druk denk ik. En het was ook heel erg leuk om te kijken. Ja, maar ik hoop ook dat de lui allemaal een leuke middag gehad hebben, ondanks dat ze een verlies. Maar dat ze er met plezier naar gekeken hebben. Wat ik in ieder geval druk heb gehoord van die meiden van het team, die hebben er echt van genoten. Die hebben echt genoten van het sfeertje, die geven dat ook aan, dat gaat met hun duit. Ja, dat zou wel leuk zijn als ze zo'n wisselwerking met elkaar kunnen krijgen. En als we dan eens gaan kijken naar het team, de nummers net Ajax, Twente, we moeten we onszelf inschatten of is dat nog te vroeg om daar even te zeggen? Ja, weet je, ik vind het altijd lastig om dat aan te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat ze, maar dat zeg ik altijd eigenlijk, je moet vooral met zichzelf bezig blijven en daar moet ze iedere keer dingen beter in willen doen. In onze manier van voetballen, dan moeten we van achteruit naar het middenveld dingen beter in doen. En dan met name in die laatste fase, om door gaat rustiger te blijven, gaat duidelijkere afstemming te krijgen, dat ze gaat meer en betere kansen kunnen creëren. Ik zeg net ook, scorend vermogen hebben we. Scorend vermogen hebben we. Nu moeten we ze wel in stelling brengen om te kunnen scoren. En als je dat gedaan,
dan heeft ze het meer punten. Maar de volgende wedstrijd gaan die punten komen. Want ik, ja, wie ik zeg, het voetbal zit er gewoon in. Even zijn zeven weken nog weg. Als ze alles in één week zouden kunnen stoppen, dan zou het wel gemakkelijker zijn. Dus iedere keer weer verder komen. Iedere keer weer beter willen werken. Dat is hoe het uiteindelijk allemaal om draait. We gaan het metmaken, dankjewel. Dat is leuk. Gewoon voor zin.